Trainer Stevie, a.k.a. Zeldplay 20, is gewoon mijn jeugd. Keek er elke dag naar uit voor nieuwe video's en nu je weer één let's play doet, voelt het weer gelijk. Vroeger na het werk gelijk de video opzetten. Je doet het super en ik lach me kapot. Je zijt en blijft een legend. Zeldplay 20. I haven't heard that name in years. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer, trainer Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we alle manen hier in de desert gehaald. En met veel pijn en moeite heb ik de laatste 6 muntjes kunnen vinden. Dat was echt een pain in de neus. Maar ja, dat, natuurlijk willen we dat nog wel heel eventjes gaan kopen. En dan is het in deze aflevering tijd om naar de volgende aflevering, te gaan. Wauw, begin nu al. Ik ga eventjes naar een van mijn eigen favoriete outfits. Ik heb heel veel favoriete outfits al binnengekregen in de voorgaande parts. Enorm bedankt daarvoor. Enigste nadeel is, ja, de outfits hebben we nog niet. Dus, helaas binnenkaas. Dus deze aflevering pakken we mooi de cowboy outfit. Maar zoals ik al zei, het muziekje hebben we al meer dan genoeg gehoord. Er zijn hier geen amiibo's, er zijn hier geen manen meer te vinden. Dus het is tijd voor de animatie die enorm veel manen gaat geven. Van 6 manen zijn wij in aflevering 5. Ik ben mijn timer vergeten. <laughs> 71 maanden al. Wauw. Time flies. Nou, trouwens, deze moet ik dichterbij me hebben. Zo. In ieder geval, we konden al veel eerder eigenlijk naar de volgende gaan. Even kijken, we kunnen naar 2 nieuwe koninkrijken. We zouden naar het waterkoninkrijk, naar het merenrijk of naar het bosrijk kunnen gaan. Zelf. Nou, we hebben nou in de woestijn gezeten, dus eigenlijk zou je dan denken bij je eigen van. Maar we hebben een cowboy outfit aan. Laten we gewoon lekker in de bos rondlopen als cowboy. Waarom ook niet? Laten we lekker naar de bosrijk gaan. I like it. Alle rijken kom je later nog ook al tegen, dus het maakt niet echt zoveel uit welke dat je hiervoor kiest. Volgens mij is het bosrijk iets groter dan het merenrijk, maar... Als er één ding wel een groot probleem blijft, dan is het dit. En gelukkig, dat is ook de reden waarom ik zo weinig mogelijk eigenlijk wil gaan reizen. Elke keer. Ik vind het wel leuk hoe dat die sticker erop zit. Wauw. Krijg je dezelfde cutscene, dus ik laat het nu heel eventjes afspelen. Maar dan krijg je dus de binnenkant van, nou ja... We voice acten dit gewoon. Hij heeft de jaren ontvoerd en nu heeft hij een schatring, ook een trouwring. We laten soms een hele bruiloft bij elkaar steken. We hebben even de tijd. Dus zal ik even ondertussen een reistip voorlezen? Nee. Reistip, ik zei nee. Wanneer je hoort, ik weet het. Luister nou eventjes. Nee, want ik weet het. Ik serieus, ik heb bij jou je mond. Dank je. Ik serieus, als een ruziend paar in een hoed. Cappy en ik. Ik kan er niks aan doen. In ieder geval, welkom in het bosrijk. Nou, Hortus Robotterie. De weg naar de hemeltuin. Nou, zoals altijd in Old Fashioned Mario Odyssey Stevie afleveringen. Ja, ik hoor heel erg veel. Dan gaan we dus eerst eigenlijk een beetje de main quest doen. En het eerste wat we willen gaan doen is eventjes... Hoi zeg tegen dit konijntje. Kom hier. Kom hier. Het is net alsof dat ik achter jullie aan zit. Het grappige is als je dit konijntje dus raakt met je hoed. Dan doet hij een pose van tadaa. En je hebt een blauw maan. Een blauw maan. Ja, het is een blauw maan. Ik weet het ook niet. Waarom ook niet? Hallo. Oh boy. Durf ik dit? Ik herinner me nog... Ik krijg flashbacks van de vorige... waarom kan ik niet? Waarom is mijn... Oké, dat is die. Ik moet die hebben. Oké, let's do this. Gegroet reiziger uit en vreemde. En gegroet meereizend hoofddeksel. Kun jij mijn raadsel oplossen? In dit koninkrijk zo mooi en groen. Wat wil het monster hier toch doen? Water stelen. Het grappige is, hij komt hier om bloemen te stelen. Maar is het technisch gezien stelen? Oké, het is een bloementuin, weet je wel. Je mag niet zomaar bloemen plukken uit iemand anders zijn tuin. Maar hij komt gewoon bloemen. Hij heeft bloemen nodig. That's it. Dat is juist. Erg lastig was dit raadsel niet. Maar je mag verder. Het interesseert me geen biet.
En nou is dat ik zeker weet dat mijn voice dinges op de goede dingen staan. Weet je wel, hij heeft geen vragen meer voor ons. Gaan we verder met ons audiocommentaar. Ik zeg eerst, dat is de vorige keer zo erg fout gegaan. Oké, kan ik deze heel eventjes zo weer op een setting tot ik alles weer goed kan zien. Dat is fijn. Mooi. Maar ja, zoals altijd, als we dus in een nieuwe rij komen, dan gaan we eerst zo snel mogelijk de story-dinges doen. Voordat we alle manen gaan hebben, konijntje niet meer gerekend, want die stond echt letterlijk voor ons neus. Als er iets letterlijk voor onze neus staat, dan zit er niet echt een reden in om het niet te doen. Laten we eerlijk wezen, auw. Eigenlijk is dat gif waar we niet in willen springen, maar ik ben echt serieus. Speedrun tactics. Ik wil zoveel mogelijk manen hebben. Zoveel mogelijk. Dat is een dubbele zoveel mogelijk. Ik kan er niks aan doen, zelfs mijn telefoon in één keer begint te praten van... Hallo, waarom doe je nou weer dubbel? Omdat het dubbel kan. Waarom? Omdat ik er zin in heb, denk ik. In ieder geval, wil je naar boven toe. En als ik me niet vergis, het ligt op onze route. Een blauw maan! Is dat echt de titel van deze aflevering? Je hebt een blauw maan. Zo'n gigantische thumbnail van een gigantische maan. Al vind ik eigenlijk mijn intro vind ik eigenlijk wel iets grappiger om dat als thumbnail te doen. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, weet je wel. In onze Discord, daar hadden we... kreeg een fanart, weet je wel, over datzelfde Play 20, weet je wel. Dat was dus eigenlijk een foto. Even deze paarse muntjes, want kan ik nu de foto in beeld doen. En ja... Toen kregen we dus het idee om dat als intro te gaan gebruiken. Ik vond het een leuk idee. Ik vond het een heel erg leuk idee. Ik ben zeker blij dat we dat idee gedaan hebben. Wat heeft het licht uit gedaan? Zoiets noemen we herfst. Hier, pak hem. Goed, bruine plant op zijn neus. Victory is my destiny. Op weg naar de Hemeltuin. Wat leuk. Volgens mij komen we weer broeder konijn weer tegen. Bloemendieven in de hemeltuin. Oei. Oh, mijn hemeltuin. Wat slecht. Nou ja, we kunnen dit. Ja, we doen het alvast. Zeker weten. Zo kunnen we oversteken. Dat is wel eens handig. Ja, en het slaat helemaal nergens op. Maar who cares? Het is een Mario game. Volgens mij... Zit daar een secret? Ik weet het niet meer, we gaan even checken. Gewoon checken die app. Kijken of we deze aflevering kunnen voltooien zonder enige deaths. En nu dat ik dat gezegd heb, gaan we waarschijnlijk meteen een death krijgen. Spin jump! Haha! Boink. Ja, want dat is de plek waar dat we naartoe moeten gaan. En de nood op de eenzame toren. Dus... Ik heb wel treurig nieuws. Nou ja, jullie merken er als het goed is weinig van. Want nou ja, jullie zien dus welke datum dat ik dit aan het opnemen ben. Maar ja, vanavond moet ik helaas in de studio helemaal... Nou ja, voor jullie is het eigenlijk al van op het moment dat jullie dit zien... is er een grote kans dat ik alweer online ben. Ik weet niet hoe lang dat het vandaag gaat duren. Want ja, het is vandaag dus voor jullie donderdag. Tenzij dat je dit op een later tijdstip terugkijkt en dat het helemaal nergens op slaat. En, don't ruin the joke, man! Maar ja, het is dus vandaag de donderdag en ja, ik heb vandaag best wel last van een enorme renovatie die dus plaatsvindt. Ken ik die? Stijlvol. Dat is niet echt stijlvol. Ik wou juist een backflip doen. Kom op, stijlvol. Stylish! Oh ja. Oh, the save is real! Hallo. Hi. Mag ik jou heel even... Maar ja, dat is dus een beetje de issue waar ik mee zit. Dankzij de renovatie. Ik moet heel mijn studio aan de kant schuiven. Dus daarom kan ik niet opnemen. Daarom kan ik niet editen. Dus ik hoop wel dat er morgen een aflevering komt. Er kan dus een probleem zijn dat er morgen dus geen aflevering komt. En dan wil ik dus voor de kijkertjes de vrijdag. Even wat met ja tot editwerkzaamheden. Dus heel eventjes pauze staan in verband met die klote renovatie waar ik geen zin in heb. Dus met dat gezegd te hebben, ja, er kunnen nog steeds dagen voorkomen. Het lijkt me alsof dat ik echt dagelijks upload, wat ik tot nu toe ook gedaan heb. Zelfs met gisteren de livestream die ik gedeeld heb. Maar, ja, voornamelijk, er kunnen dus ook dagen nog tussen zitten tot er geen upload is. Hou daar wel rekening mee. Ik probeer een uploadschema te houden. Het liefste zou ik eigenlijk gewoon de weekenden hebben van... Nou, bij de weekenden kunnen we iets speciaals doen, zoals lekker aan een livestream doen. Of, weet je wat, tot er even geen video geüpload wordt. Maar
Ja, helaas. Soms heb ik het zelfs ook niet in mijn handen, weet je, want dat ik sommige dingen... Ook daar liggen muntjes. Ik wil eerst naar de muntjes van hier komen, weer een hele lange tijd niet meer. Dus voordat we dat gaan doen, even hier. De camera angle is hier super vervelend. En ik val naar beneden. Ik zei een aflevering zonder dads! Dat is gewoon het grote probleem als je over smalle balkjes probeert te lopen. Oké. Gentle. Oké, let's just jump. We got this. Ik bedoel, we zijn nog niet echt op paarse muntjes hunt, weet je wel, want... Kan ik dit zo halen? Nee, hè. We gaan echt weer terug over dat moment. Ik bedoel, ik zou kunnen kazen door gewoon weer, weet je wel, 10 muntjes in te kunnen leveren en weer terug te komen bij de checkpoint. Maar is dat echt fun? Zitten we daar echt op te wachten? Nee, hè. Nee, hè. Oké. Okay. Long jump. Haha! I have the power! Oké, okay, let's do this. Volgens mij is nou lange slungel aan de beurt. Zoals ik hem noemde, Bun BG. Oh nee, het is de Bowser Bunny. Te laat, domkoppen. Wij hebben het kristalpakket al gejat. En de rest van de bloemen nemen we ook gelijk mee. Als jullie even uit de weg gaan. Of zal ik jij jullie een handje bij helpen? Natuurlijk moet ik weer zo'n stem erbij doen. Bla bla! Ja, ik bedoel, we hebben al een Bowser-stem. Oh ja, dit is de Toxic Bunny. Beetje een Umbreon-gast. In ieder geval, je wil zo'n hoedje afmappen en ja, dan wil je op de kop springen. Dat is eigenlijk alles wat je doet. Hallo. Hij maakt er een zooi van. Ja, hoor je dat nou? Je maakt er een zooi van, auw. Dat was echt dom. Ik ga niet dood door deze baas. Ik weiger. Hi. Nee, je mag niet blazen. Ik heb ook geen hartjes nodig. Welke kant ga je op? Mijn kant op, natuurlijk. Nee, we gaan het hartje niet pakken. Ik wou het hartje niet pakken. Nog steeds een no-hit run, jongens. Als ik een hit heb, dan moet ik mij heel erg schamen. Oké, okay, komt hier aan. Sla hem op zijn neus. Tada! Nice hair. Waarom bunnies? Waarom evil bunnies? De triple blauwe maan. Het voelt niet speciaal, jongens. Ik heb net zojuist... 65 manen, denk ik. Gehaald in het vorige koninkrijk. En nou, jee, je hebt 3 manen. En geloof me, echt 80% van die manen die lagen gewoon... convenient verstopt onder het zand. Het pad naar het geheime Bloemenhof. Snappen jullie nou de issue die ik met dit spel heb? Jongens, in de reacties. Even wel leuk de comment van deze video. Weet je wel, van wat is een leuk onderwerp om het over te hebben? Buiten natuurlijk de favoriete outfit. Want wie weet kan ik een keertje jouw outfit kiezen. Natuurlijk die dorp te geven. Maar de comment van de dag. Wat vinden jullie tegenwoordig van open world games? Ik bedoel, nogmaals, Breath of the Wild. Ik vind het niks. En ik bedoel, ik vind deze dan iets minder erg. In verband met, nou ja, je hebt toch nog verschillende werelden die je dus kan exploren. En je wordt niet onderbroken elke keer op het moment dat je een maan hebt. Oftewel, een van die dingen hebt. Dat je dus weer terug naar het begin wordt gezet. Alleen, waarom moet het er zoveel zijn? Wat was er mis met die 242? Wat is er mis met zaad? En dit alweer op een donderdag. Yay, trouwens wel erg grappig. Kan ik die al pakken? Ik wil... Nee. We zakken gewoon eventjes naar beneden toe. We pakken gewoon eventjes daar die paarse muntjes. Ik bedoel, ik wil niet weer die dilemma hebben die ik eerder heb gehad. En... tuurlijk. Weet je wel, dat je paarse muntjes ziet en echt zo... Oh nee, die pak ik dadelijk wel. Want dat je gewoon volledig vergeet tot daar paarse muntjes zitten. Oké. We got him. Good. Ik bedoel, het is niet zo belangrijk om alle paarse muntjes te hebben, weet je wel. Als je de kostuums kan kopen, dan is het eigenlijk al goed. Maar ik vind, het is let's play. Dus de completionist in mij, die zegt eigenlijk wel van... Nee, dat moet je wel doen. Net zoals zie je daar, dat bovenste ding. Doe het nog even extra in deze aflevering. Ik bedoel, normaal gesproken is de aflevering, de eerste aflevering van een nieuwe wereld, gewoon de storybase. Maar
Neem dit gewoon nog even mee voor de kijkers. Anders heb je dadelijk maar een video van 20 minuten. Wat een hoor. Wat een mist. En dan nu het weerbericht. Het wordt nogal behoorlijk. Maar is dat te vroeg? Ik bedoel, ik weet dat heel veel van jullie die stem altijd hartstikke leuk vonden, weet je wel. En jullie weten gelijk wie het is, maar... Aangezien dat helaas... de weerman overleden is... Is het te vroeg om dan zo die stem na te doen? Ik weet niet. Het voelt niet goed om het te doen, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, in Old Fashioned, er is hier dus een hidden maan te vinden. Is dat hier aan de onderkant? Ja hoor. Heel gemeen geplaatst in ieder geval. Boink. In de mist verstopte nood. Dat is echt zo eentje van je moet het maar weten. Ook al gebruik je een amiibo, dan krijg je gewoon deze deur te zien van kijk nou toch eens, er zit hier nog ergens een maan. En je zoekt je rot. Dat is echt geen grapje, je zoekt je echt helemaal suf naar waar dat die maan ergens zit. Ja, je kunt de muntentrails kun je een beetje vinden, weet je wel. Je kunt de munten een beetje achtervolgen. Maar ga je te diep, ga je hartstikke dood. Is er hier nog eentje onder? Kijk, deze die geven ze inderdaad netjes aan. Maar die verborgen, die zijn gewoon gemeen. Je moet het maar weten. En ja, ik doe hier ook weer een testfile bij. Dus jullie mogen best weten dat ik hier op het moment ook een testfile heb lopen. Hallo. Maanstukjes in de mist. Gelukkig zijn ze wel zo vriendelijk om hier geen paarse muntjes te verstoppen. Tenzij dat het wel het geval is en dat we dus dadelijk een edit krijgen, weet je wel, tot we dit als flashback gaan zien. En tot het dus blijkt dat er uiteindelijk hier wel paarse muntjes zaten. Trouwens ziet het ook nog een... Hier, let op, hè, let op. Twee manen, redelijk moeilijk in verband met... Nou ja, redelijk moeilijk, ze zijn eigenlijk best wel makkelijk. Maar hier, gewoon voor het opladen. Opraak. Oh, wat? Echt serieus? Denk je nog niet dat we genoeg manen hebben? Echt serieus? Verzamel de Goomba's met jongens en meer jongens. Verzamel de Goomba's, tralala. Wacht op die drieling. Wacht op die drieling. Ik ben groot en ik stamp je dadelijk dood. Eigenlijk best wel duister. Hi. Leuk dat je een roze kleur hebt. Dat je dus hele grote wimpers hebt. Waardoor dat je dus een vrouwelijke Goomba bent. En dat we dus stapel verliefd zijn in het loof. En jullie hebben dat liedje niet gehoord. YouTube, ik serieus. Het was maar een grap. Ik bedoel, dat is wat Mario doet. Laten we eerlijk wezen. Ik zag paarse muntjes, zagen jullie het ook. In het jalen. Natuurlijk in het diep. Hallo. Nee, niet te ver alsjeblieft. Dank je wel. Daar zit verder niks. Want we moeten hier naar boven klimmen. Wel grappig eigenlijk. Volgens mij zat er hier ook een secret to everybody. Ja. Weet je wel, we nemen het gewoon mee. We hebben tijd zat. Zoals ik al zei, 25 minuten, half uurtje ongeveer. Vorige aflevering was bijna 40 minuten. En dat vonden jullie geen probleem. Toch? Longjump hier. Nog een longjump hier. En... Al die moeite dan voor een paar paarse muntjes. Nou ja, schroeven in dit geval. Het zijn niet echt muntjes. En dan gaan we hier. Spieren! Kom op, zonder faals, jongens, zonder faals. Hoppakee. Zo doen we daar even. Flop, een maan. Met acropiet. Met speedrunning stijl langs de muur. Houd daar maar uit. Ja, dat word ik echt niet zeggen. Jawel, jongens, maar ik serieus. Ik ben aan het gamen en aan het live audio commentaten tegelijkertijd. En ik ben gewoon dom. Mijn vocabulaire is niet zo goed. Nou ja, eigenlijk wel, maar... Shh. Proberen jullie nou mij te schieten? Dat is zo brutaal. Auw. Ik denk dat dat meer als genoeg is. Triple jump. Nee, oké, dan doen we het zo. Dan gaan we hier walljumpen. En we hebben nog een maan. Ik serieus, joh... We zitten nu 20 minuten in deze aflevering en we zitten al op 15. 15! En dan vind ik het best wel zielig trouwens voor onze trouwen die dus heel mooi alle manen... Dat vind ik eigenlijk best wel erg dat ik dat nou zo brutaal dan eigenlijk zeg van... Hé, hey, we hebben al zoveel manen! Terwijl dat hij dus zoveel moeite doet om eigenlijk dus de manen te tellen. Hi. En dan kom ik hier aan met mijn grote mond. Trouwens, doe heel eventjes een 360. Daar zit de maan. Kom hier.
Raak hem. Zie. Het is geen 360, het is een 180, maar... Hoeke, ik weet dat jullie het al aan het typen waren. Ah, hij noemt het 360, terwijl dat hij 180 deed. Ah, ah, ah. De dode hoek in de lift. Wat leuk. In ieder geval, dit is een mine, of een tank stage. Wat leuk. Maar op zich is deze wel leuk. Want je rijdt dus eigenlijk met een lift naar beneden toe. En je doel is dus om eigenlijk constant de P-switch te raken. Wat vroeger eigenlijk gewoon muntjes in blokken veranderde, en blokken in muntjes. En tegenwoordig is het gewoon je actieswitch. En dit is eigenlijk ook best wel grappig. Waarom vuur met een tank bestrijden, terwijl je dat ook met een hammerbro zelf kan doen? Nee, kom terug. Kom terug. Spring naar beneden. Oh boy. Kom hier. Haha. De grootste reden waarom dat je dit eigenlijk wil doen. Uh-oh. Is omdat daar paarse muntjes zitten daarboven. Dus dat is de grootste reden waarom dat ik deze eigenlijk wil pakken. Bezig met opslaan. Wat leuk. Ik heb heel erg veel angsten nu. Auw. Ik wou heel eventjes kijken of mijn echo niet aanstaat. Want ik krijg gelijk een cannonball in mijn neus. Lief. Maar alles ziet er goed uit. Oké. Okay. One hit. En nu zitten we in de Battle Frontier. Wat leuk. Oké, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Zoals altijd in elke first-person shooter. Do not stand still and keep moving. Keep talking and everybody explodes. Hallo, mag ik hem neerschieten? Het grappigste is, volgens mij hoef je dit nog niet eens te doen als tank, maar... Het is zo... Ja, het is zo fijn om alles op te schieten. Ik vind het leuk. Ik hoop jullie ook. En maan. Yay! Oké, ik zie dat we nu op 20 minuten zitten. Nou ja, op mijn timer. Ik weet dat we ondertussen al op 22 minuten zitten, omdat ik mijn timer vergeten was. Dus ik denk dat het tijd is om nou naar die bloemendinges te gaan. Geen afleiding meer. Oké. Okay. Dus dan pakken we... En ik kan ook deze wegnemen, volgens mij. Zijn we er al? We zijn er allemaal beter. Hier omhoog. Neem dit eventjes mee. Oh ja, dan moeten we de... Dit moet een baas voorstellen. Lachwekkend gewoon. Shoot the target. Oh nee, break the target. Dat was het. Als je een reference maakt, doe het dan wel goed, Stevie. Was dat niet van melee? Komt-ie. Juist. Oh nee, wacht. Het is een speciale maan. Dus dan krijg je inderdaad dat. Wat leuk. Even kijken. Dat loopt allemaal goed. Mooi. Zo far loopt alles goed. Daar ben ik best wel blij om. De geheime bloemenhof. Ja, dan zitten we mooi op tijd. We hebben wat extra maantjes gebietst. Ik serieus jongens, deze wereld kun je gewoon binnen een half uur kun je deze wereld gewoon... Ik bedoel, we hebben nou al genoeg manen. We zouden nou al kunnen zeggen, nou doei! Nee, het spel laat je dan wel van, ja, maar er is hier nog iets te doen. Kijk nou toch eens, in plaats van bloemetjes plukken zijn ze zo gemeen aan het doen. Hoe kunnen ze dit doen tegen de arme bloemen? Huur Greenpeace in. Wat verschrikkelijk, dat enge ding zakt alle bloemen op. Ja, ze houden toch een bloem over? Gigantische stofzuiger, nu van Luigi's Mansion. Bloemen, bloemen, moet hebben allen bloemen. Miserige bloemensnor aanval geactiveerd. Miserig. I love it. Miserig. En nou moeten we dus een defenses neerhalen. Heel simpel. Ram de blokken, want daar zitten dus een sensors in. Die willen we raken. En als het goed is, doet hij dan een omflip. En dan kunnen we hem dus weer raken met... nou ja, blijkbaar geeft dit zoveel kracht tot dit hem schade doet. Ik bedoel, echt serieus. Uitstekend! En dan krijgen we de Independence Day. Voor de kijkers die geen Independence Day hebben gezien. Dat is een film waarin dat aliens, man. Aliens die schieten dan een laser de grond in. En er komt dan een gigantische explosie. Haha! Yes, de sensor is al verslagen! En dan moet... Oh. Oké, okay. Ja?
Mag ik? Oh, dat was eigenlijk best wel dom. Dank je. Boom! Het is zo'n makkelijke baas, jongens. Dat moment trouwens dat ik precies 1000 muntjes heb, realiseer ik me nu pas. Yay! Nou, je ziet ruim van tevoren hoeveel stralen dat hij geeft. Hou je schaduw in de gaten om goed in te plaatsen wanneer dat die cirkel bij is. En of je er overheen bent gesprongen. Hallo. Oef. Ja? Target? Mag ik een target? Point. Ik weet dat mijn audio-commentaar echt niet zo geweldig is tijdens deze bossfight. Maar dat heeft gewoon te maken met... Het is zo makkelijk. En ik weet dan even niet waar ik het over moet hebben. Dat is het probleem. Ik bedoel, we kunnen het dadelijk over van alles en nog wat hebben. In verband met dat we dadelijk dus de hele wereld gaan exploren. Maar voor nu... We hebben onze tweede trippelmaan. Hoezee. Geniet maar van de muziek. Kan ik even een slokje drinken doen. Ah! Multimaan. Wat leuk. Ik vind het echt heel grappig hoe dat ze eventjes blijven hangen gewoon. Ta-da-da. Nou, dan zijn we weer terug. Raak de bloemen eens. Welke bloemen? Het is gras. Dit zijn geen bloemen, het is gras. Cappy, ik weet niet wat je probleem is, maar dit is gras. Maar in ieder geval, je ziet dus dat je de wereld gedaan hebt op het moment dat Toad en Amiibo-robot erbij staan. Maar we gaan dus nog een behoorlijke aantal manen halen. Dus ik hoop dat jullie daar wel zin in hebben. Maar dat bewaar ik dus voor de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat weten in de reacties. Heb je een favoriete outfit, laat weten in de reacties. Wil je een keertje gezellig in de Discord langskomen en een Discord-stream zien? Of een keertje zelfs multiplayer samen doen? We doen de laatste tijd heel erg veel games op Tabletop Simulator. Zoals Saboteur. We spelen Among Us, weet je wel. Dat is dan niet op Tabletop Simulator. Maar goed, in ieder geval Among Us. Saboteur is een soort van Among Us game. Dus in ieder geval, we spelen daar heel erg veel games. Dus ik hoop jullie in ieder geval sowieso te zien in de volgende aflevering. Wil je Discord een keertje joinen, denk je toch bij je eigen van nou, lijkt me toch interessant. Link staat in de beschrijving. En ja, wil je onze stem natuurlijk, en met onze bedoel ik dus ook de stem van Mimé, want die kan heel hoog komen. Maar zou je nou iets ingesproken willen hebben, speciaal voor jou, dan kun je ons daarbij contacteren via de Fiverr page. Link staat ook in de beschrijving. Met dat gezegd hebben, ik dank jullie voor het kijken en hopelijk tot de volgende aflevering. Doei!